Deze nieuwsuitzending is heel actueel, want die is van 4 juni 2018. En het is vandaag 4 juni 2018. En de titel van het artikel luidt: Asielzoekers van We Are Here op zoek naar een nieuwe plek. De ongedocumenteerde vluchtelingen van actiegroep We Are Here zijn druk bezig om hun spullen uit de door hun gekraakte panden in Amsterdam te halen. Dat laat een betrokkene weten. De krakers moesten vandaag om 12 uur, 12.00, 12 uur 's middags, de huizen in de Rudolf-Dieselstraat in Amsterdam-Oost verlaten. Ze hebben op dit moment nog geen nieuw onderdak gevonden. Dan wil ik even bij stilstaan, wat wordt hier nou gezegd? Wat is een ongedocumenteerde vluchteling? Wij hier in Nederland, wij zijn heel anders als Somalië en Kenia en Turkije. En, wat heb je nog meer? Centraal-Afrikaanse Republiek, voormalig Koerdistan, ja, noem het maar op, Iran, Irak. Ja, daar hoef je niet naartoe, zonder poen. Als ik naar een voormalig Koerdistan vertrek met mijn laatste centen, dus 5 cent in mijn broekzak, en dan kom ik daar binnen, denk je dat ik een uitkering krijg? Nee man, ze zetten me op de trein, ik ga lineairrechter terug. Natuurlijk. Ja. Maar wij hier in Nederland, wij hebben een ander beleid. En iedereen moet hier naar binnen en die wordt dan gescreend. En die, ja, heel veel mogen blijven. Hele grote aantallen mogen blijven. En hier gaat het over mensen die dan denken van ja, ik wil ook wel naar Nederland, maar ik heb geen zin om mijn ID-bewijs over te leggen of whatever. Mijn documenten. Ik ben mijn paspoort kwijt. Ja. Dat is niet mijn probleem. Hè? De mensen die hun paspoort kwijt waren en die dus in principe niet naar binnen konden. Want ja, we moeten van Swansea. En ze hadden wel een gelijk in het hokje vluchtelingen zonder paspoort gekund. Maar dan moeten ze zich wel gedragen. En ja, zo heel leuk is dat niet in het grenshospitium. Ja, je hebt geen paspoort bij je. Dus hoe weten we wie je bent? Misschien ben je wel een Marokkaans-Turkse drugscrimineel op de vlucht voor de centrale, wat is het ook weer? De centrale intelligentieagentschap. De Catholics in Action. Ja, weten wij veel. Wij hoeven hier in Nederland helemaal niet iedereen binnen te laten. Dat doen die Turken ook niet. Ga het maar proberen. Doe het maar. Je mag je inboeken op een vlucht naar Turkije, naar Marmaris. Of Bodrum, dat ligt er vlakbij. Dat is prima. Wel paspoortje mee, hè? Maar denk je dat je zonder paspoortje dat je Turkije binnenkomt? Ja, want dan krijg ik een uitkering. Nee, dan krijg je helemaal niks. Je komt Turkije niet binnen. Maar in Nederland kan dat kennelijk wel. Dus allerlei mensen van ik weet niet waar vandaan. Het zijn mensen met een duidelijke pigmentmeuk. Dat kan je zo zien. Die mensen hoeven niet naar de zonnebank. Ik ook niet, maar hè? Je snapt wel wat ik bedoel. Die hebben duidelijk een tintje. En die hebben een actiegroep opgericht. Ik vraag me af waar ze dat geld vandaan hebben gekregen. Want er hangt daar een sticker van de actiegroep We Are Here. Maar wie heeft die sticker betaald? Van wie is het geld dan? Ja,
zijn ze hier naartoe gekomen met nog €300 om stickers te kopen voor de actiegroep We Are Here. Ja, ik begrijp er echt helemaal niks meer van, hoor. En trouwens, die mensen hebben helemaal geen papieren bij zich. En wat doen ze hier in Nederland? Waarom mogen zij wel hier in Nederland We Are Here zwaai zwaai? Dank je voor de bloemen en de uitkering en whatever. En zonder papieren, maar wij mogen dat niet in Frankrijk. Waarom niet? Het zijn indringers. Ze overtreden de Nederlandse wet. Ze lappen de Nederlandse wet aan hun laars. Nou doe ik dat ook op z'n tijd. Maar ik val verder niemand lastig. Deze lui wel, hoor. Want die hebben een nieuwe plek nodig. Ja, wat hebben ze nou gedaan? Dat wordt echt geinig, man. Zie je hier rechts, zie je een foto van zo'n schoonheid. Die hier gewoon naar binnen gedrongen is, zonder geldige papieren. Maar kennelijk wel geld heeft gehad om recentelijk naar de kapper te gaan. En heeft hij die jas in Somalië gekocht? Ja, maar het zijn hele zielige mensen. Nee, helemaal niet. Hij had toch ook naar Turkije kunnen vluchten? Dat is geen Turk, hè, die je daar ziet lopen. Met zijn rugzak. Dat is geen Turk. Had hij toch ook naar Turkije gekund? Weet ik veel van welk land hij weg wilde vluchten. Ruzie met zijn ouders. Hij heeft zijn nichtje verkracht. En toen vond hij het tijd om maar een beetje illegaal ergens anders te gaan wonen. Ja, ik vraag het maar gewoon, hoor. Die mensen zijn tot alles in staat. Nederlanders ook. Mensen zijn slecht per definitie. De politie, ik lees weer even voor. De politie heeft de straten van de gekraakte woningen afgezet met lint en houdt een oogje in het zeil. De spullen uit de woningen worden in een busje geladen. Woningcoöperatie IJmeren, of IJmeren, eigenaar van de woningen die binnenkort worden gesloopt, is ook aanwezig. De panden worden later dichtgespijkerd. Hoe komen die lui aan die spullen? Ik ga even analyseren. De politie heeft de straten van de gekraakte woningen afgezet. Ja, dat hoeven mij niet echt, hoor. Kijk, die lui die dat gekraakt hebben, die zaten hier zonder geldige reispapieren. Dus die horen hier helemaal niet. Ja, kan je zeggen dat iemand is zijn paspoort kwijt, maar ja, dan gaat er eerst gebeld worden. Moeten we een foto van je maken, vingerafdrukken, dan gaan we bellen met het thuisfront. Waar kom je vandaan? Kadisha of zo? Helmand. Kennen jullie deze man? Heb je een moeder? Heb je een vader? Heb je een zus? Heb je een broer? Heb je neefjes? Heb je nichten? Waar kom je vandaan? Wie ben je dan? En als je dat eerlijk vertelt, dan gaan we de zaak bekijken. En als je denkt dat je hier gewoon naar binnen mag lopen, omdat je een grote bek hebt. En kennelijk hebben die lui dus geld om spullen te kopen. Hoe komen ze aan dat geld? Hier staat, de spullen uit de woningen worden in een busje geladen. Ja, dat zijn dus een hoop spullen. Hoe komen die lui aan die spullen? Gekocht? Bij de mediamarkt? Waarvan? Hebben die lui een uitkering gehad? Nee, maar dat is een goed nieuws. Je komt hier naartoe zonder enige niks niet. En dan krijg je €950 in de maand.
Nee, dan ben ik per morgen ben ik ook een uitgeprocedeerde asielzoeker. Ik gooi mijn paspoort doe ik bij het grof vuil. Alle enveloppen van de Belastingdienst, die verbrand ik. En dan ga ik naar de gemeente en zeg ik, jij woning voor mij heb? Ja, meneer, als u Nederlands spreekt. Probeer het maar lullig te zien, hoor. En dan komt hij, hè. Dat is geweldig. Dan heb je hier rechts, voordat we gaan lachen. Dit moet volgens mij, dit is een koelkast. Hoe komen ze aan die koelkast? Gejat? Van een oud vrouwtje? Die geen aangifte durfde te doen? Nee, dat hebben ze eerlijk gekocht. Ja, van welk geld? En die foto hier rechts, die is in scène gezet. Die man die je links in beeld ziet, die zit ook big te smilen. Ja, zo'n koelkast weegt niks. Had hij ook zo'n grote smile als die een Miele wasmachine aan het sjouwen was? Want die dingen die gaan toch richting de... Nou, meer dan 100 kilo. Goed, lezen we even voor. Wat gingen ze dan? De groep, dat zijn de illegale indringers, de criminelen. De criminelen probeerden een nieuw onderkomen te kraken op de hoogte Kadijk en de Weesperszijde. Maar dit mislukte. Beide panden bleken bewoond. Ja, nee. De groep, de illegale binnendringers, hebben ingebroken op de hoogte Kadijk en op de Weesperszijde. Maar de bewoners die waren thuis en die hebben de lui een klap voor hun bek gegeven. Daar komt het op neer. Dus ik ga weer even voorlezen. Bij de poging van vanochtend op de Weesperszijde vonden volgens de politie binnen wat schermutselingen plaats. Daarbij liep een persoon een schram op die daarvan aangifte gaat doen. Ook zijn er binnen enkele deuren vernield. De politie onderzoekt momenteel wie daarvoor verantwoordelijk is, zegt een woordvoerder. Je weet niet welke woordvoerder. De politie is op de hoogte van het feit dat die mensen hier illegaal zijn binnengedrongen. Ze lopen met spullen te sjouwen. Waar halen ze dat geld vandaan? En ze hebben ook nog ingebroken in een woning. Nee, meerdere woningen. En toen heeft een van die jongens, die heeft de klap voor zijn bek gekregen. En die liep een schram op. En die gaat nu aangifte doen bij de politie. Mooi zo, politie, bij deze mededeling per winkel. Die man die binnenkomt met die schram, gelijk arresteren, stop hem in een cel. En dan vraag hem naar zijn ID-papieren. En als dat niet aanwezig is, dan gaan we een foto maken en een vingerafdrukken. En dan gaan we vragen waar hij geboren is. En dan gaan we uitzoeken wie die is. Je mag niet zomaar hier in Nederland binnenkomen wandelen. Jawel, want... Ja, sommige woningen, ja, daar schijnen dan mensen te wonen. En dat hadden we zelf ook niet gedacht. We dachten dat er helemaal niemand woonde. En dan mogen wij toch ook wonen? Hij gaat naar Turkije, lul. Of Marokko. Want deze lui komen niet uit Marokko. Dat ga je mij niet wijsmaken. Ja, dan gaan we nog even een stukje... Dit is wel leuk. Nee, wat heel grappig. Ik lees hem eerst letterlijk voor. De ongedocumenteerden betrokken eind maart de leegstaande woningen. Ja, dat waren die anderen. Hè? Die zouden gesloopt worden. De kraakactie leidde tot veel ophef door enkele incidenten die ermee gepaard gingen.
Hoezo? Huh? Ik ken krakers. En een kraker die heeft een koevoet. En die doet krak. Daarom heet het ook kraken. En dan krak je de voordeur open. Dan is die woning open. Een slaapzakje erin. Kussentje erbij. En kijken of je elektra aan de praat kan krijgen. Water uit de kraan komt. Wanneer meer nodig? Gas. Dat is kraken. En is dat een incident? Nee, dat is kraken. Maar er waren vele incidenten die ermee gepaard gingen. Ga ik weer verder lezen. Zo werd tot 2 keer een zogenoemde vergiskraak gedaan in een bewoonde woning. Dat heet inbreken. Daar wonen mensen en dan pak je een koevoet en dan kraak je die voordeur open. Dat heet inbraak. Want dat is een bewoonde woning. Dus van tevoren even aankloppen, even aanbellen. Van hallo, is er iemand thuis? Briefje in de bus doen. Oh, ik ben een illegale binnendringer en ik wil even weten, wonen hier mensen? En dan komt hij. Bij 1 van die woningen die bewoond waren, stond een bewoonster onder de douche. Ook zouden medewerkers van IJmeren of IJmeren, eigenaar van de panden en leegstandsbeheerder Camelot zijn bedreigd en ontstond er een conflict tussen leden van Identitair Verzet en een groep antifascisten. Dat kan je toch stoppen? Ze weten wie het zijn. Huh? Oppakken die lui. Gewoon oppakken. En dan helemaal fouilleren alle poen eruit. Waarschijnlijk hebben ze 1000 euro in hun sokken. Nou, kom op, pak die 1000 euro af. Hebben ze het toch niet nodig. Daar gaan ze alleen maar vergiskraken mee plegen. Ja, ontneem die jongens alles. Oh, afpakken, oh, totaal. Ja, dat doet de politie niet, hè? Nee, want wij hebben het te druk om met mensen zoals Perry Winkel in de gaten te houden. Want die rijden wel eens 60, waar je maar 50 mag. En dat is lekker verdienen. En aan zo'n, zo wat jij dan zegt, zo'n illegale indringer. Een inbreker. Ja, als je die arresteert, ja, wat levert dat op? Ja, de burgerij heeft natuurlijk minder last van die inbreker, maar zijn wij er voor de burgerij? Ik dacht zelf dat de politie is om een beetje geld te verdienen. Want ja, je moet wel weten dat. Ja, ik wil ook wel zo tegen de 2000 in de maand. Terwijl, en ja, dan moeten wij naar geld gaan beuren van die illegale inbrekers. Nee, dat is geen business, Perry. Jezus. Er is er een conflict even kijken, hoe staat het nou? Je hebt dus de medewerkers van IJmeren, die zijn eigenaar. En IJmeren is eigenaar van de panden. Oké. Sommige daarvan waren bewoond, hè? En dan heb je een leegstandsbeheerder en dat is de firma Camelot. Dat snap ik ook wel. Maar ze hebben ingebroken in woningen waar mensen woonden. Er stond een vrouw onder de douche. Waarom zijn er geen incidenten geweest tussen die lui en de politie? Daar hebben we toch politie voor? Dus je bent een vrouw en je woont in een woning van IJmeren of IJmeren. En je staat met je blote bibs onder de douche. En dan komen een stelletje, ja, waar komen ze vandaan? Weet je niet, want ze hadden geen papieren. Ze zijn gewoon niet naartoe gekomen.
En dan komt zo'n kerel, die komt je woning binnendringen. En dan ga jij de leegstandsbeheerder opbellen? Nou, ik dacht het niet. Ga je IJmeren bellen? Nou, dat lijkt me ook nogal dom. Je kan beter nog je neef bellen en zeggen, van, heb jij die looie pijp nog? Want er staat hier een ongedocumenteerde indringer, een inbreker in mijn woning. En ik sta hier in mijn blote bips. Of je belt de politie. Ja, de politie. Ja mevrouw, maar we weten niet of... woont u daar wel officieel? Ja, ik sta hier in mijn blote bips in de douche. Ja, maar heeft u wel een huurcontract? Ik sta hier in mijn blote bips in de douche. Er zat een donkere man in de gang. En die heeft een koevoet. Ja, mevrouwtje, wel een beetje rustig aan doen. Hè? Want wij zijn van de politie en we willen graag dat mensen niet in paniek raken. Want wij willen iedereen geruststellen, want wij zorgen voor de veiligheid. En dan is er een conflict geweest tussen leden van Identitair Verzet. Nou, dat zijn denk ik Hollandse jongens die er totaal genoeg van hebben. En dan heb je die andere, dat zijn de antifascisten. Het allerstomste volk wat er is. Antifascisten. En Identitair Verzet, ja, dat stelt je ook niet, geen drol voor. Hitler, die werd gefinancierd door de paus. En Identitair Verzet, dat heeft de paus ook voor betaald. Ik ben helemaal niet van Identitair Verzet. Ik ben ervoor dat of er gelden regels, of niet. Dat vind ik ook goed. Ah, dat er gewoon gezegd wordt tegen mij van Perry, je mag overal gaan wonen waar je maar wil. Helemaal geen papieren meer nodig. Je mag je paspoort verbranden. Je hele administratie mag je in de fik gooien. En dan heb je nog een koffertje met wat onderbroeken. En dan ga je waar je maar naartoe wil. Marokko wil jij toch zo graag? Nou, dan mag jij naar Marokko. Nou, dan ga ik lekker naar Marokko. En dan krijg ik een Marokkaans uitkeringetje. Ja, niet zo hoog als hier in Nederland. Want in Marokko heb je niet zoveel geld nodig. Ik weet al lang dat een kilo tomaten in Marokko, dat is 10 eurocent. Dus waar heb je het over? En hash is er ook niet zo duur als hier in Nederland, hoor. Ga ik toch lekker naar Marokko? Kijk, als dat zo is, vind ik het ook best. Gaan we landje ruilen. Ik zou de beleefdheid hebben om wel mijn ID-bewijs mee te nemen. Of eerlijk tegen die mensen te zeggen. Ik ben Perry Winkel. Ik ben geboren in Bovenkerk. Dat ligt onder Amsterdam. Het is nu een wijk van Amstelveen. Maar vroeger was dat een dorp. Bij die kerk die ontworpen is door die architect. En die heet Kuipers. Met een C. En mijn burgerservice nummer is 059-668-301. Ja, dat is ik. Dat zou ik doen, maar goed. En dan krijg je als laatste. Het nieuwe stadsbestuur van Amsterdam. Wat? Het nieuwe? Goed. Het nieuwe stadsbestuur van Amsterdam wil op korte termijn een 24-uurs opvang openen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Ja, in Turkije dacht ik. Waar iedereen vragen, waar kwam je nou vandaan? Ja, ik wil het maar eerlijk zeggen, ik kwam uit Kenia. Mooi zo, dan bellen we even met Mogadishu. Krijg je daar een 24-uurs opvang, alsjeblieft. Even onderhandelen met die mensen uit Mogadishu. Van wat kost het om iemand 24 uur lang in leven te houden? Nou, dat is een beetje water, een beetje brood en een koude cel. Wat betalen we daarvoor? Nou, 5 euro per dag. Inclusief toezichthouderij. Dan mogen ze daar 24 uur lang opgevangen worden. In hun eigen land. En waarom hier? Ze zijn toch uitgeprocedeerd? Ze vallen toch buiten de hele meuk?
Of ze zijn er illegaal naar binnen gedrongen, opgepakt voor een parkeerboete of whatever. Ja, dan ben je de lul. Dat lijkt me wel, ja. Maar die opvang die laat nog even op zich wachten. De illegale indringers van We Are Here hebben aangegeven dat ze hier geen gebruik van willen maken. Ja, mooi zo. Ja, rot op. Je kan ook een 24 uurs opvang krijgen op Engelsman Plaats. 24 uur per dag ben je opgevangen. Het is gewoon een enkele reis, Engelsman Plaats. Toiletpapier heb je niet nodig, want het is midden in de Waddenzee, dus je kan je reet wassen met zoutwater. Er is genoeg te eten, allemaal mosselen, net als de meeuwen. Ga je maar het wat op en denk erom dat je weer thuis bent voordat de vloed komt. Onze politie doet helemaal niks, man. We willen een definitieve oplossing voor onze situatie, zij en woordvoerder. Nou, dat klopt dus niet. Je kan niet zeggen zij en woordvoerder. Je kan een situatie hebben dat er een vrouw is en een woordvoerder, maar dan heb je zij met een lange ei. Maar dit is met een korte ei. Zij en woordvoerder. Dat is geen Nederlands. Maar dat snap ik wel, want deze journalist is aan het liegen. Volgens hem, dat is die woordvoerder, wordt het steeds ingewikkelder om een nieuwe plek te vinden. Ingewikkeld vergeleken met wat? Mijn dochter die woonde nog bij de moeder, nu nog. Denk je dat dat naar haar believen is? Nee, die wil ook wel ergens anders wonen. Ja, dat kan ook niet zomaar. Dus volgens de woordvoerder van de illegale indringers is het voor die illegale indringers ook moeilijk om, net als de dochter van Perry Winkel, om ergens een plek te vinden om te wonen. Eeuw. En dan staat hier dat die woordvoerder ook heeft gezegd. De afgelopen jaren maakte niemand zich druk om ons. Maar nu is alles wat we doen landelijk nieuws. Nou, dit heeft die woordvoerder niet gezegd. Want die kan helemaal geen Nederlands. De afgelopen jaren maakte niemand zich druk om ons. Waarom zou ik me druk maken over inbrekers? De afgelopen jaren was het, dan kon je inbreken wat je wilde. Maar nu, als we gaan inbreken, dan komen we in het AD. Tje. Ja, dat wordt steeds slechter, hè? Nou, het grote probleem is dat de politie er niks aan doet. We arresteren die lui. Ze hebben ingebroken. Ik weet van krakers. Ik heb heel veel met krakers omgegaan. Dus geen enkel probleem. Maar er waren Hollandse jongens. Die kraakten in hun eigen stad of in hun eigen land. En we zochten heel zorgvuldig gebouwen. Nou, van de we, maar dat is ook niet waar. In Den Haag, daar was een voormalig belastingkantoor. Nou, ze hadden zoveel belasting geïnd dat het tijd was om een nieuw kantoor te betrekken. En dat oude kantoor, ja, dat stond leeg. Ja, dat is gekraakt. Ja. En toen die krakers daar gekraakt hadden, ja, toen was het bewoond. Dan kon je niet zomaar meer naar binnen. Ja. Want dan zeiden die krakers, nee, wij hebben hier gekraakt. Dat je een woning binnen kraakt. Waar mensen wonen en blote vrouwen onder de douche staan. Ja, dan is toch echt tijd voor de politie om een keer achter de koffietafel vandaan te komen.
en een eenheid te bellen en te zeggen, nou, zal je alsjeblieft een paar illegale inbrekers die zitten momenteel daar en daar en arresteren. Ja, hier is wagen 14. We zijn op weg naar de McDonald's en zitten ze daar? Nee, ze zitten niet in de McDonald's. Ze zitten in de, wat is het ook alweer, de Weesperburgstraat en ook nog de Hoge Kadijk. Ja, we zitten nu op weg naar de McDonald's en dan gaan we... Henk, wil jij een Big Mac of een cheeseburger? Ja, we zitten zwaar te overleggen en we bellen je terug. Ah, dat is de politie. Die doen helemaal niks. En wat heb ik ermee te maken? Nou, helemaal niet. Hier in Arnhem wordt er gebedeld. Bedelarij. En dat zijn geen jongens uit Noord-Groningen. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, maar de papieren van die mensen zijn helemaal in orde. Ja, maar ze doen geen flikker. Ze zitten bij de Albert Heijn en houden hun hand op. Van ik zielig zijn. Jij geld geef. Er was hier in Nederland een wet en die verbood... Hoe noemen ze dat ook weer? Niet zwerven. Maar... Zwerven toch, ja. Landzwerven of zo. Het was verboden. Je moest hier in Nederland een baan hebben, een huis of whatever. Vrouwen, kinderen. Landloperij. Dat was het. Landloperij. Dat was verboden hier in Nederland. Ooit. En dit zijn landlopers. Die lachen ons uit, man. En de politie, die doet helemaal niks. Nee. Want die wordt betaald door de paus. Van de Illuminati, weet je wel. En de paus is onfeilbaar sinds 1870. Dus daar moet je niet over zeuren. Het zijn maar inbrekers, hoor. Ja, dan af en toe dan breken ze in een woning in en er staat een blote vrouw onder de douche. Ja, daar kan zo'n illegale inbreker niks aan doen. Maar we gaan werken aan een programma en dan gaan we flyers verspreiden of een app maken. Dan geven we wel al die illegale indringers een smartphone. En dan krijgen ze via de app te zien in welke woningen de blote vrouwen onder de douche staan. Zodat ze daar niet mogen inbreken. Nee, daar word ik blij van. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Dit was toch leuk, of niet? Ik ga nu gelijk de volgende pakken. Die is ook te bescheuren, man. Maar dat horen jullie zo wel. Hè? Dus even heel snel op zijn hamburgers. De stad die door de paus tot een fornuis is gemaakt. Waar iedereen verbrand is, geholocaust is. Op die taal, Sagir. Tjus. En dag lieverds.